Nog een money vraag. Ik weet niet of je je antwoord nog gaat krijgen. Van mij in ieder geval niet. Jan van Kijk, wat is het meeste wat jullie in één maand hebben gepakt van ieder een antwoord graag. Kijk, ik snap dat mensen willen weten hoeveel je wil verdienen. Omdat ze een soort van. je weet toch, je bent jong, je, wil, je weet niet wat je wil. En van bepaalde banen kan je een soort van opzoeken, wat een indicatie is wat je verdient. Maar laat ik zo zeggen met muziek en media, je hebt niet een vast salaris of een vast gemiddeld ding of zo. De ene keer, je weet toch, verdien je meer, de andere keer wat minder. En ja, niemand gaat hier open vertellen wat hij uh, oh, verdient. Ik, ik en dat is normaal. Erg, hoor. Ja? Ja, want Door... kijk zeg maar. Is jouw en, ding hè? En ik ga weer een uitleg erbij geven, want ik ben ook die guy die altijd afvroeg hoeveel mensen verdienen. Als jij het niet zegt, snap ik het, want voor jullie twee zit het anders in elkaar. Maar bij mij is het nog, ik ben een beetje beginnend, dus op mijn level zou je wel snel kunnen komen. De, ik denk niet dat jij, het jij gaat het sowieso niet zeggen. Ik ga zeggen, hoor. Oh, uh, wat ik dan in meeste verdien. Dat moet ik ook zeggen. Nee, het hoeft niet. Want okay, zeg okay. maar, het is iedereen zijn eigen keuze. Maar ik zeg ja. het gewoon voor die ene guy, die ene chick die dit ook wil doen. Maar echt dat geld ook nodig heeft. Maar in wat ik had verdiend in één maand was 3800 netto. Dat. Netto nog? Ja, nou ja, maar. Nee, ik zeg, ik weet het niet, man. Ik weet het niet eens. Ik um... ben wel bij jou benieuwd. Wat was zeg maar het meest opmerkelijke bedrag in je kom op dat je had verdiend in een maand? Ja. Dus zeg maar niet. Ja, dus niet. Toen, uh... wat weet jij net, liep? Uh, volgens mij uh, 20.000 of zo, man. In een maand? Ja. Jezus. Wat was dat? Weet ik niet meer. Ja, man. Oh, ja, 000. Ja, nee. Ja. ja, dat is echt uh, 16 of 17 of zo, man. Toen had ik echt van. Wow! Je zit doekel in, man. Nee, maar ja, daarvoor had ik wel zo een beetje. Maar dat in één keer, zeg maar, was wel gek, man. Was wel van hé. Hey. Hoe ga je daarmee om dan? Ik ben tranke, man. Nee. Gewoon... Nee, man. Ik heb het erover. loop Nee, man. Ik ben niet zo, man. of Ik ben niet echt. Ik uh... zeg jullie mensen en wanneer je zeg maar. Regelmatig op een bepaald bedrag verdienen, Hou jezelf goed tegen om meteen uit te geven van bullshit. Want als je niet uitgeeft van bullshit, die money stack echt snel. Ja, man. Je kan heel snel 10.000 euro hebben, mensen. Ja. Ja, kill. in deze live kan je heel snel 10.000 euro. Ja. Ik zeg je eerlijk. Wil je zeggen, is ook gewoon een kunst, man. Werk je samen met een merk of zo? Wat moest je ervoor doen? Was het een. Ik weet het niet meer, man, bro. Was sowieso wel met een merk of zo? Was. Uh, nee, ik weet niet meer. Maar, maar, oh ja, wacht even. Nee, nee, nee dat zal wel het ja, je, je hoeft het niet te zeggen. Je hoeft niet te zeggen wat het was. Nee, ik kom er ook niet op. Ja. Maar het was sowieso een merk, een merkzaamwerking of zo. En toen. Uh, ja, ik dacht wel van. Hey, ja, man. Dat is wel gek, je weet je toch? Maar ik ben, ik ben nooit echt zo. Uh, ik blow wel. Maar ik ben nooit echt een, nee. een domme blower geweest, man. Dus uh, ja, en ik raad jullie ook aan uh, om nooit dom te gaan blowen. Ik heb wel geluk dat ik altijd mensen van me heen heb gehad die niet. Oké, okay, Balfour Ritchie. Maar die niet dom gingen blowen. Dom. Dus, uh. Maar daar kan je ook weer van leren, hè? Ja, als, ja. als je iemand dom ziet blowen en denkt van ja, die kleding of ja. dat ding uh, heeft hem uiteindelijk niet die voldoening gegeven, dan neem je dat mee. Dan denk je nee. ja. van hé. Hey, mensen blijven niet dom blower, dus ja, Doe gewoon je ding. Als je dom wil blowen, doe dat dan ook gewoon. Voor als je het terug of zo, maar yeah. toch? Maar ja, dan komt er opeens corona en dan zit je opeens krap bij kas. Yeah. Dat is ook geen stijl, weet je. Next question.